intensive care krijgen de meeste patiënten 4 keer per dag 1 gram paracetamol. Daarbij is er de keuze om dit intraveneus te doen of oraal via tabletten. Wist je dat het geven van tabletten 3 voordelen heeft? Het gaat sneller qua toedienen, het is goedkoper, het scheelt namelijk 1,80 euro per gift en het levert ook nog veel minder afval op, want per gift scheelt het ook nog eens 140 gram. Dus het geven van tabletten heeft 3 voordelen en het belangrijkste is denk ik, het is beter voor ons milieu. Dien tenminste 25% minder intraveneus paracetamol toe voor 1 maand en stuur jullie reductiepercentage op naar onderstaand e-mailadres. Heb je dit gedaan? Haal de pil dan bij ons op, maak een video in je eigen ziekenhuis en daag collega's in het land uit om mee te doen. Want alleen samen kunnen we impact maken.